De 53-jarige Mark van der Linde heeft een prima carrière achter de rug. Op een zeker moment was hij de gezaghebbende royalty-kenner van ons land, maar het is triest om te zien hoe alles als een kaartenhuis in elkaar is gestort. Gelukkig wordt hem galant de hand boven het hoofd gehouden door al zijn oud-collega's in de showmedia. Iedereen die iets verder kijkt dan RTL Boulevard en Shownieuws weet dat de dirt over Mark zo omvangrijk is dat de treinladingen afval uit Rome daarbij in het niet vallen. De reden dat dit niet breed wordt uitgemeten? Er heerst in de media een soort gemeenschappelijke consensus dat het zo slecht gaat met Mark dat je dat niet kunt maken. De expliciete filmpjes, de verbijsterende screenshots, zijn nacht in de gevangenis vanwege vermeende afpersing en zijn plotselinge exits bij zowel RTL Boulevard als Weekend zeggen genoeg. De gebeurtenissen volgden elkaar begin vorig jaar in razend tempo op. En als kers op de taart begon Mark ook nog te jokken over zijn ontmoeting met koningin Elisabeth. VIP-vergruizer Yvonne Koldewijer kwam gisteren met kersverse juice over Mark. Ze lekte via haar Juice-kanaal een brief over het vertrek van Mark bij uitgeverij Audax, waar hij hoofdredacteur was van tijdschrift Royalty. Nu heeft Mark helemaal geen werk meer. Volgens mij gaat het echt niet goed met hem. Yvonne deelt ook een verwarde story waarmee Mark per ongeluk een privébetaalverzoek publiek maakt. Hij vraagt iemand om €5 over te maken voor thee, een wel heel gierig tikkie natuurlijk. Staat deze thee als afkorting voor Tina, drugs, vraagt de Juice-koningin zich af. Een spion van Yvonne laat vervolgens weten dat Mark aan lagerwal is geraakt. Ik heb een tijdje bij een deurwaarderskantoor gewerkt en hij zit diep in de schulden. Is ook al eens zijn huis uitgezet. Yvonne daarop, wat erg. Aan wat voor bedrag moeten we dan denken? De spion, exacte bedrag durf ik niet te zeggen, maar je wordt niet zomaar je huis uitgezet voor een paar duizendjes. Dat gaat meestal wel richting de ton of meer. Mark reageert nu op alle commotie. Een interne e-mail van Audax is vandaag naar buiten gebracht. Daar heb ik de volgende reactie op gegeven. Naar aanleiding van de berichtgeving vandaag bevestig ik dat ik, na mijn herseninfarct, tot mijn verdriet, niet langer HFD-redacteur VH door mij bedachte royalty ben. Hij vervolgt, van Audax, een door Weile Jacques de Leeuw opgezet bedrijf, waarvoor ik 34 jaar, grotendeels als freelancer, gewerkt heb, heb ik begrepen dat er geen opvolger komt als hoofdredacteur. Ik blijf natuurlijk wel actief betrokken met het onderwerp royalty. Déjame llorar, déjame soñar contigo. Déjame sentir que soy tu señor, tu amigo. Déjame volar con el pensamiento a tu dulce nido. Te daré calor en la oscuridad si te falta abrigo. Te daré calor en la oscuridad si te falta abrigo. Qué bonito fuera si me